Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 9 september. Het is bewolkt in Nederland en op veel plaatsen regent het, vooral in de westelijke helft van het land. Daar zorgt de neerslag lokaal ook voor overlast. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 14 en 15 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. De wind die draait geleidelijk aan naar het westen. Vanmiddag gaat het vanuit het westen geleidelijk aan droger worden en later klaart het ook op. De temperatuur ligt tussen de 17 en 18 graden. Er vallen nog wel een aantal buien en er is ook nog steeds kans op onweer. Vanavond misschien ook nog een enkele bui, maar verder brede opklaringen. Vannacht daalt het kwik naar zo'n 7 tot 11 graden en er kan plaatselijk een misbank ontstaan. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Smiddags wordt het 17 of 18 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. In de avond gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur ligt morgenmiddag tussen de 17 en 19 graden. En volgende week blijft het wisselvallig weer met iedere dag wel buien. Ook waait het soms stevig, vooral langs de kust. Temperatuur ligt nog steeds tussen 17 en 18 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.